Gespreid leiderschap, wat is daar zo bijzonder aan? We hebben dagelijks te maken met leiderschap, of het nu is in de rol van leider of als volger. En daarom is het de moeite waard om er wat uitvoeriger bij stil te staan. De theorie gaat als volgt. In grote lijnen bestaan er twee visies. Aan de ene kant heb je het positionele leiderschap. En aan de andere kant het gespreide leiderschap. Uiteraard zijn er heel veel andere termen ook in omloop, maar ze zijn allemaal goed onder te brengen in deze twee hoofdgroepen. Laten we beginnen met de meer klassieke opvatting, het positionele leiderschap. In deze visie is er één leider, een heldhaftige figuur die zorgt voor richting, stabiliteit en veiligheid voor de volgers. Het leidinggeven gebeurt op basis van een formele positie, die van directeur, manager of teamleider. En dit gaat ook gepaard met een heldere hiërarchie, die ervoor zorgt dat de leider kan sturen, beheersen, controleren, monitoren en als het nodig is zelfs straffen. Het werk is strak gereguleerd. De formele positie vormt een duidelijke legitimatie voor het leiderschap. De leider vertegenwoordigt het gezag en is daarmee bovengeschikt. De medewerkers die zijn daarvan ondergeschikt. Bij gespreid leiderschap zien we echter een meer flexibel model. Niet alleen de formele leider oefent invloed uit, in principe doet iedereen dat. Niet iedereen is leider op hetzelfde moment. Medewerkers oefenen invloed uit als zij daarvoor de expertise en de ervaring hebben die nodig is voor een specifiek vraagstuk in een bepaalde concrete situatie. Dat kan als de leden goed van elkaar weten welke bekwaamheden en ambities ieder heeft. Vervolgens kan iemand dan ook het leiderschap claimen en de collega's gunnen het elkaar ook en kennen elkaar dat leiderschap toe. Dit flexibele model vereist wel dat leden zowel kunnen volgen als leiden. En dat ze elkaar onderling daarin ook ondersteunen bij het werk. Iedereen is geacht om initiatief te nemen en om leiding te nemen. Omdat bij gespreid leiderschap ervaringen en expertise juist zulke belangrijke ingrediënten zijn, is het daarom ook nodig dat ieder zich blijft ontwikkelen en de moeite neemt om verder te leren. Zo te zien zal het nog wel even duren voordat onze beide organisaties klaar zijn met het werk. In de tussentijd kunnen wij wat dieper ingaan op de leiderschapstheorie. Nu we gezien hebben hoe die twee organisaties bezig zijn, is het ook wel een mooi moment om eens wat dieper in te gaan op hun professionele ruimte. Die professionele ruimte, dat is de ruimte die elke medewerker heeft en elke professional nodig heeft om invloed uit te oefenen op de inrichting en de vormgeving van het werk. In beide leiderschapsvisies hebben medewerkers ongeveer dezelfde professionele ruimte. Maar het wordt pas echt interessant als we gaan kijken wie er verantwoordelijk is voor die ruimte. Is dat de manager of is dat de professional zelf? Enfin, laten we eens kijken hoe het staat met het werk van onze twee organisaties. Prachtige bouwwerken. Laten we eens kijken naar de resultaten. We zien dat het groene positionele team iets efficiënter gewerkt heeft. Zij hadden dan ook een zeer goed getrainde leider. Maar als we kijken hoe ons blauwe gespreide team aan de slag is gegaan, dan hebben zij meer aandacht besteed aan een innovatieve uitvoering. Ze hebben de aanwezige expertise van hun team optimaal benut. En ze hebben gewerkt aan nieuwe oplossingen. Doordat zij meer invloed konden uitoefenen op de uitvoering van het project, hebben ze ook nieuwe ervaringen opgedaan. En die nieuwe ervaringen en bekwaamheden zullen ze vervolgens weer gaan toepassen in toekomstige projecten. In het succesvolle positionele model wordt waarschijnlijk de manager steeds beter. Hier zie je al een subtiel onderscheid ontstaan tussen aan de ene kant het prestatieparadigma en aan de andere kant het ontwikkelingsparadigma.
Beide zijn zeer de moeite waard, maar ze hebben beslist een andere focus. In de laatste jaren zien we dat steeds meer werkverbanden die klassieke hiërarchieën loslaten en zich gaan ontwikkelen op basis van netwerken en flexibele verbindingen. De leider als held zal ongetwijfeld een blijver zijn, zeker als hij zich gedraagt als een transformationele leider. Dat is een positionele leider met een inspirerende visie die op een inhoudelijke manier stimuleert en daarbij ook een grote persoonlijke aandacht heeft voor de afzonderlijke medewerkers. We zien dat moderne organisaties steeds slimmer moeten worden om überhaupt voor te kunnen blijven bestaan. Dat geldt niet alleen voor hun managers, maar dat geldt in principe voor alle medewerkers. En dan is het vermogen om voortdurend te kunnen leren en te ontwikkelen in en rond die dagelijkse werkomgeving een heel belangrijke voorwaarde. In dat licht is het spannend om te zien hoe leiderschap zich ontwikkelt van positioneel naar gespreid. Het prestatie- en ontwikkelingsparadigma komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Dus wat is er zo bijzonder aan gespreid leiderschap? Het biedt in ieder geval de professionele ruimte om steeds slimmer te worden. Je moet dan wel initiatief nemen en de moed hebben om invloed uit te oefenen. Je eigen bekwaamheid is daarbij waarschijnlijk het belangrijkste voertuig. Heel plezierig dat jullie erbij waren. Ik ga verder met mijn experimenten en hopelijk tot de volgende keer.